Sometimes they'll wanna cut you down. Gotta scratch that itch, cause the time is now. They tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? Run the system long. Voorheen, op zijn Frans uitgesproken, de Noisettes. Tegenwoordig heet het Britse drietal de Noisettes. En op London Calling, twee edities terug, maakten ze de Noisettes ook al echt waar. Door de pers werden ze uitgeroepen tot de sensatie van die London Calling en zwaar terecht. En nu is eindelijk het album What's the Time, Mr. Wolf. Wat bij de eerste luisterbeurt meteen opvalt, is dat dit niet het zoveelste Britse bandje is. Wat de band zelf zegt, is dat het een soort afspiegeling is van hun leven on the road tussen Londen en LA. Ze hebben al veel getoeid. Het album begint met de vorige single Don't Give Up. Een erg sterk nummer, maar dat heeft nog wel die typische Britse rammelrock sound. Wat ook niet zo gek is. Ze zijn vrienden met Pete Doherty van de Playlist Channels. Maar nummer The Count from Monte Cristo laat al horen dat ze veel meer in hun mars hebben. De markante frontvrouw Shanghai Shinoa hangt qua performance en stemgeluid ook tussen Londen en LA. Ze heeft de heese uithalen van een Karen O van de Yeah, maar tegelijkertijd dat warme, donkere geluid van Skin, van Skunk & Nancy. De begeleiding van drummer Jamie Morrison en gitarist Dan Smith is ook, die complementeert de hele sound van de band. Met vuige gitaren en hele strakke drumpartijen. Een goed voorbeeld daarvan is een nieuwe single, Sister Rosetta. En dat geluid, hele strakke drumpartijen, tempowisselingen, bizarre riffs. En dan dat kermende geluid van die frontvrouw is echt een heerlijk nummer. Met voorprogramma's voor Amy Winehouse en Muse al op hun cv. En in maart en april in het voorprogramma van TV on the Radio in Amerika. Het zal me niks verbazen als deze band een van de revelaties van 2007 zal worden. We zullen dus nog wel even moeten wachten op een concert totdat ze terug zijn uit de VS. I'm just an honest man. Provide for me and mine. I give a check to tax deductible charity organization. 2 weeks paid vacation. Won't heal the damage done. I need another one. Vooral Amerikaanse weblogs werden de Cold War Kids uit Long Beach, Verenigde Staten, later flink gehyped. Maar ze deden marketing-wise ook wel erg slim. Ze waren MySpace-list sinds 2004, hebben al 4 EP's uitgebracht en al een flinke wereldtournee erop zitten voordat nu de eerste langspeler komt. Robbers and Cowards heet die plaat en hij doorstaat de hype-test goed. De Cold War Kids stappen een beetje muzikaal, een beetje uit hetzelfde vaartje als Tapes and Tapes. Die andere terechte internet-hype die laatst al in de Paradiso stonden. Het is een combinatie van Engelse hoekigheid en urgentie en Amerikaanse soul en zompige ballades. Soms kermend en tierend als de White Stripes voorman Jack White en dan weer als een heese Jeff Buckley in het nummer Robbers. Halverwege zakt de plaat nog in, wat toch wijst de tijdsdruk die ontstond door het succes van de EP's in Amerika. Maar met wat goede uitsmijters die het ook live goed zullen doen, reflecteren ze zich op de plaat. Vooral het emotionele God Make Up Your Mind maakt veel indruk. De heren willen misschien iets te graag een credibility showen, ik accepteer dat wel. Backseat of your family station wagon. Echt vernieuwend is het album Robbers and Cowards misschien niet, maar verslavend des te meer. Want de energie en het enthousiasme wat de heren laten zien, mag daar misschien door de heer zijn ingegeven, live schijnen ze het ook waar te kunnen maken. Gaat dat dus zien, 8 februari in het voorprogramma van Clap Your Hands Say Yeah in Paradiso. Het album heet Robbers and Cowards en ik word nu wel heel stom aangestaard.